even niet opletten tijdens het rijden. Het kan grote gevolgen hebben. We worden er nogal wat afgeleid. Het kunnen de kinderen op de achterbank zijn, het kan bellen zijn. Maar het kan ook de enorme hoeveelheid techniek in de auto zijn. En die neemt steeds verder toe. Dus waarschijnlijk zal de afleiding eerder toenemen de komende jaren dan afnemen. Al die afleiding is natuurlijk niet bevorderlijk voor de veiligheid op de weg. En daarom hebben ze hier een testauto ontwikkeld op de Automotive Campus in Helmond met sensoren. En die geven een piepje zodra je iets verkeerd doet. Nou, we gaan hem vandaag eens testen. Wat je hier ziet is een slimme camera achter de voorruit. En wat die eigenlijk doet, die kijkt constant naar je omgeving. En op het moment dat hij iets gevaarlijks detecteert, dan geeft hij de bestuurder een waarschuwing in het voertuig. Als je het goed vindt, ga ik gewoon wat asociale rijden met jouw auto. Ja. Zodat we kunnen merken wanneer hij mij waarschuwt. Ja, dat is goed. Ja, je komt het dicht op je voorganger en dan ziet het systeem dat je eigenlijk met te hoge snelheid op jouw voorganger afrijdt. Want hij meet ook de snelheid van jouw voorligger. En dan ziet hij dat er een kans is op een aanrijding. Dus dan geeft hij jou eigenlijk een hakpiepgeluid om jou te waarschuwen. Ook als je te hard op iemand afrijdt, krijg je een waarschuwing. Even op je gsm kijken en voordat je het weet, let je niet op en rij je op een andere baan. 80% van de ongevallen hebben vaak wel een oorzaak in afleiding. Dit waarschuwingssysteem is zeer interessant voor werkgevers. Als je nou ziet dat iemand steeds vaker afgeleid is, dan gaat er eigenlijk een signaaltje ook naar zijn baas toe. Die dan bijvoorbeeld met jou in gesprek gaat. Bijvoorbeeld een BMW maakt hier al gebruik van. Dus ja, we zien het wel steeds meer terugkomen in allerlei auto's die gebruik maken van deze slimme camera's. Nou, mijn conclusie is dat het toch wel een heel handig systeem is. Want geef nou toe, allemaal worden we wel eens afgeleid. En nu word je dan gewaarschuwd.